Parkeerterrein van Lowlands in Biddinghuizen wordt de grootste solar carport ter wereld. Het 35 hectare grote terrein wordt overdekt met 90.000 zonnepanelen. Aan de telefoon nu Joshua van Middelkoop van Solar Fields. Goedemiddag. Goedemiddag. Solar Fields gaat het zonnepark bouwen. 90.000 zonnepanelen, dat zijn er nogal wat. Is dit jullie grootste project tot nu toe? Ja, dat zijn enorm veel zonnepanelen. Het is niet het grootste project, maar het is wel het grootste solar carport project van Solar Fields. Maar ook ter wereld hebben wij onderzocht. Hoeveel geld is er nou gemoeid met zo'n gigantisch zonnepark? Oeh, nou ja, dat loopt in de miljoenen. Dus dan moet je toch denken aan een bedrag van, als ik snel hoofdreken, boven de 25 miljoen euro, denk ik. Oh, ja. Niet mis. We gaan even verder met hoofdrekenen. Hoeveel elektriciteit gaat het opleveren? Ja, ook heel veel. 35 miljoen kilowattuur elektriciteit. En dat is dan per jaar. Ja, maar dat zegt ons natuurlijk niet zoveel. Wij zijn maar gewoon een leek. Waar moet je dan denken? Een stad? Een dorpje? Nou, een aardige stad. Of aardig dorp moet ik eigenlijk zeggen. 10.000 huishoudens die we jaarlijks kunnen voorzien van duurzame energie met dit project. Zo. Ja. En hoeveel festivals zouden daarvan kunnen gebruik maken van die stroom? Ja, als we uitgaan van een Lowlands Festival van 4 dagen, dan kunnen we 100 Lowlands festivals voorzien van stroom. Oh, nou dan kunnen alle generatoren, alle stroomaansluitingen kunnen dus weg richting Lowlands. Nou, dat is wel wat we aan het onderzoeken zijn. In eerste instantie gaan we het realiseren en in de tweede instantie gaan we ook kijken hoe gaan we nou dat festival helemaal verduurzamen. Ja. Nou moet dat werk in november gaan beginnen. Zijn alle vergunningen al binnen? Ja, de vergunning is binnen. En voor een duurzaam project als een solar carport of een zonnepark heb je ook subsidie nodig. Dat heet de SDE plus subsidie van de Rijksoverheid. Die is ook binnen. Dus eigenlijk hebben we veel checkpoints hebben we al bereikt. Mm-hmm. We hebben ook een netaansluiting. We hebben transportcapaciteit in Flevoland. Dus de lichten staan op groen om naar de bouw te gaan. Eigenlijk... En dat willen wij 1 november gaan doen. Starten met de bouw. En wanneer moet het dan klaar zijn? Hoe lang doen jullie erover om dat gigantische park te bouwen? En 1 mei is de deadline voor de bouw. Dus dan moet het staan en elektriciteit leveren aan het net. En dan beginnen de festivals ook weer. Dus het is ook een vrij harde deadline dat we klaar moeten zijn. Maar gaat het dan alleen om de festivals die daar ook plaatsvinden naast dat parkeerterrein in Biddinghuizen? Of zeg je nee, we kunnen gewoon stroom leveren aan festivals door heel het land? We gaan stroom leveren aan het elektriciteitsnet. En en alle festivals in het land, dan heb je hele lange kabels nodig. Ja, precies. Dus dat wordt heel lastig. Maar de festivals op dat terrein, die komen zeker in aanmerking voor deze energie. Ja, ja, nou zit daar ook een pretpark vlakbij, hè? Ja. Walibi. Is dat misschien ook nog een idee om zo'n pretpark daarop aan te sluiten? Of dat voldoet niet? We zijn met ze in contact. Oh, oké. Okay. Maar daar kun je nog niks over zeggen, begrijp ik. Nee, dat mag nog niet, nee. Is het idee uniek of hebben jullie het ergens gezien? Nou, in het buitenland wordt het al vaak gedaan. Ik zie op vliegvelden in het buitenland zie ik ook vaak solar carport staan. Geloof ik, Duitsland zitten ze ook. Die hebben niet de omvang van dit terrein, maar het wordt al wel gedaan. In Nederland een paar kleine opstellingen, maar nog nooit op deze schaal in Nederland op een parkeerterrein althans met solar carports gerealiseerd. Ja. Nee, dit wordt de eerste. Ja, het is natuurlijk nu voor een festivalterrein, maar ik kan me voorstellen, we hebben een hoop carports, echte carports gewoon in Nederland. Is het ook wat voor de particulieren misschien? Voor mensen zoals jij en ik. Ik heb een carport. Ik leg daar ook van die speciale daken op. Oh, zo ja. Ja, ik kan het zeker aanraden. Ik heb een appartementje zonder parkeerplaats. Maar voor de mensen die dat wel hebben, ik zou het zeker aanraken. Het kan volgens mij uit. Ja, en het is logisch plekken. Dubbel ruimte gebruikt. Dat geldt hier op het parkeerterrein. Mm-hmm. Maar dat geldt natuurlijk ook bij je woning. Het zijn gewone tussenhaakjes zonnepanelen. Dus het zijn geen speciale zonnepanelen. Nee, het zijn eigenlijk zonnepanelen die iedereen kan kopen. Ja, het zijn een groot formaat zonnepanelen, maar ook die kan de particulier gewoon kopen. Ja. Ja, je kan er alle kanten mee uit. Ja. Nou ja, om te zien hoe dat eruit gaat zien op het parkeerterrein van Lowlands in Biddinghuizen. Dan moeten we even wachten tot mei 2021. Dan zal het ongeveer klaar zijn, deze solar carport. Joshua van Middelkoop van Solar Fields, hartelijk dank.